Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boxer Natuurlijk. We gaan vandaag, Frans, kijken de natuur dichtbij. Huis en tuin. Ja, op de grond. Ik heb grond. Een insectenverrekijker van alles wat. Ja, daarom, dat gaat helemaal goed komen. Leuk. Zin in. Ja. Yes. Kijk. Oh ja. Wow. Dit zijn pluimvoetbijen. Dat kun je ook wel zien aan die pluimen die aan die voeten zitten. Zie je dat? En nu zie je er gewoon het zand erin aan het stoppen. Kijk, want het is natuurlijk op het laatst. Kijken ze hem af dan? Ja, want er zitten allemaal eitjes in. Oh. En die eitjes die... Kijk, zie je? Kijk. Zie je wat hij doet? Nee. Hij gooit het dicht. Och ja. En stampt dit aan. En dan blijft hij zelf dan? Nou, die gaan dan weer of een nieuw gaatje maken of ze gaan gewoon dood. Zo simpel is gewoon. Ja, het is een mooi eierpakket, zei ik altijd. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Maar kijk, hier zie je, dus ze zijn aan het stampen. Hoe diep gaan ze? Ja, dat is variabel. Over het algemeen gaan deze niet zo diep, 40 centimeter. Maar je hebt dus soorten bij, die gaan 60 centimeter. Hè? Dus bijvoorbeeld de meskever, die gaat gewoon 60 centimeter de diepte in. Deze iets minder diep. Ja, en dan gaat het weer verder. Ja, het is echt, en waarom hier bij de kerk, Frans? Nou, ik denk dat ze hier al eeuwen hebben gezeten. Dat kan niet anders. Ja, zandgrondgebieden als Nederland, Brabant, zandgrondgebied. Daar horen die diertjes thuis, grote zandvlaktes. En uiteindelijk is hier wel bestrating gekomen. Maar het zijn mooie baksteentjes, dus dat betekent dat er tussenin ruimte is. Okay. En ze hebben hier ideale mogelijkheid om hun nestjes dan te maken. Dus, en dan in zo'n kolonie, want het ligt hier helemaal vol. Hè. Dan kun je het is echt gewoon de hele... Een grote massa met... Kijk, daar komt ze weer aan. Maar daar hoeven mensen toch helemaal niet bang voor te zijn? Nee, deze steken ook niet. Hè? Deze steken ook absoluut niet. Het zijn dus dieren die alleen maar nectar en stuifmeel halen. Vooral stuifmeel. Eitjes erin leggen. En vlak voor zijn eitje een papje maken van nectar en stuifmeel. En dan komt straks later door de zon, wordt het allemaal ontwikkeld en komt er een larfje uit. En de larfje begint te eten. En volgend voorjaar komen er volwassen bijtjes uit. En die beginnen weer het proces opnieuw. Ja. Dan gaat de cyclus opnieuw beginnen. Ja. Geweldig, hè? Ik vind het zo mooie beestjes. Ja, onder Gods dak, hè? Zit zomaar. Onder Gods dak. Ja, hier boven ons hangt Gods dak en dit zie je. Frans, kijk nou. Kijk, ja, je moet kijken. Ja, dat zie je. Gevecht, hè? Twee kraaien die die torenvalk niet fijn vinden. Want de torenvalken vinden ze een beetje een vervelend dier in hun gebied. Wat is dat bidden, Frans? Dat bidden is, dat doen torenvalken vooral. Dan hangen ze boven een prooi stil. Ja. Tenminste, althans, alleen hun kop hangt helemaal stil. Kan dan stormen, maakt niet uit. En dan richten ze zich op die prooi. Ja. En meestal is het zo dat ze de bovenste laagte ze gebit hebben, gaan ze naar beneden toe. En dan doen ze dat nog een keer en uiteindelijk denken ze dat het safe is. Dan duiken ze een keer naar beneden toe en hebben ze de prooi vaak te pakken. Maar dan hebben ze dus een enorm goed zichtvermogen. Absoluut. En ze hebben kunnen zich enorm concentreren op dat stilhangen. Want je moet je eens voorstellen, af en toe dan waait er een behoorlijke wind. En dan hangt die kop toch echt helemaal stijf stil. Zo mooi is dat. De rest van het lichaam beweegt dan een beetje. En die vleugels, daar sturen ze dan mee bij. Ja, daar gaat hij weer. Ja, als je naar zo'n berm kijkt, een harig wilgenroosje, moeras, spirea, brandnetel. Ideale plant om, veel, hè? Nou, er gaan allerlei diertjes op zitten. Hè? Hier ook weer zo'n hele hoek met brandnetels. Oké. Okay. Eens kijken of er iets op zit. Brandnetels moet je altijd even goed kijken, want er zit van alles op. Hier heb je bijvoorbeeld een luis zitten, een volwassen luisje. Ja, dan kun je zien omdat hij vleugels heeft. En ja, onder ook. Maar hier ligt iets heel bijzonders. Dat is een van de vliegensoorten. Maar die is waarschijnlijk overgenomen door een schimmel. Hè? Want zijn kontje staat naar voren toe. En er zijn schimmels die injecteren dan zo'n vlieg. En op een bepaald moment neemt die schimmel de sturingsmechanisme van de vlieg over.
Wat gebeurt er dan? Dan gaat die vlieg die gaat, zeg maar, bovenop een blad zitten, zoals hier. Ja. Maar met zijn kont naar boven toe. En dan, uiteindelijk komen hier dan sporen uit. En die sporen die kunnen dan wegwaaien. Want als je met zijn kont naar beneden zit, dan kunnen die sporen alleen maar naar beneden vallen. Nou. Dus je ziet het heel vaak. Soms zitten ze al helemaal boven in het topje van zo'n brandnetel. En dan achterste voren. En dan midden in de wind. En dan waait dat sporen waaien zo weg. Maar het besturingsmechanisme wordt dan overgenomen door een schimmel. En die vlieg is dus hartstikke dood? Die vlieg, nou, die is niet hartstikke dood. Oh. Die leeft nog totdat die sporen openbarsten. Dus die dat, kan helemaal niks? Die kan helemaal niks meer. Nee. Gewoon zijn lichaampje wordt gebruikt? Het lichaam wordt gebruikt als een soort spoorelement. Ja. Grappig, hè? Maar jij pakt gewoon brandnetel? Ja, die brandnetel kun je gerust beet pakken. Hoezo? Als je ze zomaar beet pakt, hè, als je ze zo pakt, dan steekt het allemaal naalden in. Maar als je ze zo beet pakt, is er niks aan de hand. Dan kun je ze gewoon strelen. En mensen, een brandnetel strelen? Ja, dat, als je het goed doet, dan heb je helemaal nergens geen last van. Wat zit hier? Ja, een schorpioenvlieg. Och. Maar dan een vrouwtje. En dat zijn echte aaseters. En die aas die zuigen ze helemaal leeg. En aas zijn vliegjes? Ja, dode larfjes, vliegjes, of dode larfjes, dode rupsjes. Alles eten ze op. En het mannetje die heeft een hele mooie, zoals een schorpioen, zo'n angel erachter zitten. Maar die angel doet dus niks, alleen maar sier is dat. Uh-huh. Om het mooiste vrouwtje te versieren. Ach. Ja, dat is leuk, hè? Moet je opscheppen. Ja, opscheppers zijn al die mannen, toch? In onze wereld er ook. En jij zegt het. Daar zien ze, ja. Wow. Hier en huisvaders zitten bij elkaar. Daar gaan er nog samen? Ja, ze zitten hier samen in de vlucht. Maar het is hier natuurlijk ook boerenland, er is heel veel te eten. Ja, die grote valen, dat zijn de gierzwaluwen. En dat zijn echte vogels die maar een korte tijd hier zijn. En wat die doen, die blijven altijd in de lucht. Die paren in de lucht. Echt? Die slapen, oh, ja, die in, de slapen in de lucht, heb ik ooit gehoord. Ja, inderdaad. Alleen komen ze zeg maar in gevels waar ze in kunnen, waar ze dan hun eitjes leggen. En dan zijn ze een periode hier en dan vliegen ze weer naar het zuiden toe. Maar Frans, het ging toch niet zo goed met de zwaluw? Nee, met alle zwaluw niet. Hè. Dan is de gierzwaluw, dat is geen familie van de huis- en boerenzwaluw. Dus dat zijn heel aparte dieren. Maar vooral de huiszwaluw en de boerenzwaluw, daar gaat heel erg slecht mee. Hoe komt dat? Ten eerste omdat de stallen allemaal helemaal gesloten worden. En een boerenzwaluw die maakt een soort, wijwaterbakje. Ja? Waar hij zijn eitjes legt. Nou, dat moet ergens in een overkapping zijn. En als die er niet is, ja, dan kunnen ze het dus niet doen. Met de huiszwaluw gaat het ook wel wat slechter. Omdat al de mensen, die vinden het vreselijk dat ze onder hun dakgoten gaan zitten. Omdat die beestjes poepen. Ja, dat is natuurlijk echt heel triest. Ja. En het is eventjes nog wat slechter gegaan. Omdat de beken, die waren allemaal rechtgetrokken. En dan kunnen ze geen bouwmateriaal vinden. Want wat gebeurde dan? Dan bouwden ze toch, maar dan was het los zand. En dan viel de nest, als het wat droger werd, viel het gewoon naar beneden toe. Dus dat werkt ook niet goed. Nu kunnen ze wat beter nesten bouwen, omdat er wat meer leem is. Hè, omdat die meanderende beken zeg maar, er zijn. Ja, en dan kunnen ze betere nesten bouwen. Maar dan hoop ik dat de mensen ook toch wel weer al die beestjes toelaten. Want het zijn toch zulke mooie, lieve dieren. Dus eigenlijk komen we erachter, Frans, dat we toch de natuur meer moeten gaan koesteren. Ja, we moeten de natuur veel meer koesteren. Al vanuit je deur, bij wijze van spreken. Dus de deur open doen en ook de natuur bij je laten komen. Dat zou het mooiste zijn. Ja. Paarse plantjes staan, eens even kijken. Kleurtjes mooi. Kleur is ik mooi. Kijk naar de kleur. Ja, kijk eens. Daar zit een hele prachtige hommel. Oh ja. Ook weer zo'n diertje wat zeg maar in die tijd nu rond het vliegen is. En, ja, juist dit soort plantjes, want dit wat ik hier heb, het heet vogelwikken. Maar als je heel goed kijkt, dan zitten er allemaal vogeltjes aan een stammetje. Kijk eens hier. Wat zit er? Vogeltjes. Zie je er niet zitten hier? Oh, qua vorm. Qua vorm. En als ik eentje afhaal. Ik moet heel goed kijken. Dan zie je hier heb je zo'n bekje. Kijk eens. Och ja. Schitterend, hè? Och, dat is leuk. En daarom heet het vogelwikken. Nou, dat is echt fantastisch leuk, hè? Nou, en als je nog verder kijkt, er zitten nog heel veel meer soldaatjes. Ik zie zweefvliegen. En het is nog niet eens zo warm, maar ze zijn er al, die dieren, hè? We gaan weer verder scharrelen, want ik vind het erg leuk, hoor. Oh, zo leuk, oh man, hè? Ik geniet hier zo ontzettend van. Ja, mooi hier, hoor. Lekker rustig, hè? Nou, heel rustig. En zo dicht bij huis. Ja, en populieren overal. Oh. Oh, kijk, ja, hier. Ach, ja. Ja, ook leuk. Een bruine naakslak. Al die voelsprieten die zijn echt heel belangrijk voor dat beest. Ik zie dat hier. Ja, dat klopt. Oh, heeft en hij geeft af. Ja, dat is logisch, hè, want dat geven ze altijd. Er zit een slijm. En ze kunnen zelfs over scheermesjes lopen zo. Hè. Hoezo? Nou, die slijm, dat is een soort mooie dikke laag. En als je op, bij wijze van spreken op de rechterkant van een scheermesje zet, dan lopen ze gewoon overheen. Echt? Maar ik zal hem weer op de grond zetten, want dan vindt hij het. Ja, maar ik wou even kijken, want dat is één massa... Ja, slijm. Kun je onderkant zetten. Eén massa slijm wordt op zijn voorbeweging. Kijk, en hij is op zoeken. Hij ligt nu op zijn rug en hij wil op zijn buik liggen om verder te kruipen. Nou, ik zet hem op de grond neer.
Dan kan hij weer verder lopen. Huppla. Dat duurt even voordat hij wakker wordt, kijk. En mensen denken vaak met naaktslakken dat die helemaal geen bescherming hebben. Dan hebben ze wel. Hier op dit deel, ik zal hem nou niet aanraken, maar onder dit deel, dat heet het zadel, daar zit een zeg maar kalkschermpje. Dus als je hem nou op wilt eten, dus door te koken, dan moet je dat wel eruit halen, want dan zit dat in je mond. Dus, hoezo kun je deze eten? Die kun je goed eten, net escargot of iets dergelijks. Iets minder lekker, maar ze zijn eetbaar. Heb je dat wel eens gedaan? Ik heb wel eens een naaktslak op, die is wel lekker. Alleen een vriend van mij die weet precies hoe je moet doen, want je moet dat eronder uitschillen. Prachtig gebied. Kijk, hij blijft nou een beetje klein, want hij vertrouwt het niet helemaal. Nee, dat snap ik. Zit iemand tegen zijn kop te tikken? Ja, mooi hè. Ja, bruine naaktslak, ja, het zijn prachtige dieren. Maar Frans, wat ik nou zo leuk vind voor de natuur, hoef je niet altijd helemaal naar natuurgebieden, nee, maar ook gewoon niet. Ja, in, om, rond het huis is het natuur genoeg. Als je de deur open doet, dan heb je eigenlijk al feit natuur. Het kan al een paardenbloem zijn. Precies. Of ja, gewoon wat dingen die hier op de straat te vinden zijn. Ja. Kijk, hier is een veer. En nog meer veren. En nog meer veren. Even kijken, neem even mee. Heel veel veren. Nog veren. Nou ja, hier is een daad gepleegd. Kijk maar eens hier. Ja, er liggen hier overal en veren. Een ei. Ja, inderdaad. Ik zal hem even oppakken. Een duivei. Er zijn twee dingen gebeurd hier. Er is een duif geslagen. En het moet een roofvogel zijn. Kijk, want die pin is nog gaaf. Ja. Als je even het eitje vasthoudt, dan... Is het een duivei? Dat is echt een duivei. Kijk, als je een roofdier is, dan is die pin zo gebogen. Dat weet ik nog van een van de vorige. Ja, precies. Nou, dus dat is leuk. Hè? Dus, en het is een duiveitje die is gekraakt. Door, ja, ik denk ook in dit geval, niet een vogel, maar een zoogdiertje. Echt? Ja, want als een vogel doet, dan zijn er dus stukken uitgehakt. En die zijn echt, ja, zeg, maar is het niet gewoon een duif zelf die uit het ei is? Nee. Nee? Hier zijn twee doden, deze duif dus. En ook dit hier, die is leeggehaald. Want als het er door de duif zelf is, dan breken ze schaal open. En dan heb je allerlei grote stukken. Dit is echt met, ja, je ziet, ja, half afgebroken. Dus hier is die... opgegeten. Maar wat voor dier doet dat? Nou ja, wezeltjes, hermelijntjes. Nou, dat kan makkelijk in zo'n zeg maar, omgeving waar de natuur dicht bij huis is. Dat kan makkelijk. Wow. Ja, mooi hè? Nou ja, ik weet niet of ik vind. Ja, dat is ook natuur. Alles is natuur. Wij vragen regelmatig aan jullie van, heb je vragen of tips, benader ons. In dit geval heeft Anja dat gedaan. Want jij hebt een vraag aan de boswachter. Ja. Ik heb een vraag voor Frans. Ah. Er zit een veer op de muur met spinnerag. En mijn vraag is, waar zit erachter? Nou, dan zullen we even gaan kijken dan. Daar zit de veer op de muur, Oh ja, ik muur, zie hem. Frans. Ja, inderdaad. Nou, die gaan we eens even kijken. Wat al mooi is te zien, je ziet die rag er al op zitten, hè? Zie je dat? Ja. Dus ja, ik zal het even weghalen. Ja, dan ligt hier al een lijkje, hè? Ook alweer een dood ding. En ik denk dat het een trechterspin is. Dat kan een gewone huisspin zijn, maar het kunnen ook trechterspinnen zijn. En ik zie hier bij jouw voet ook daar, kijk, zie je? Ja. Daar zit ook een terechte spin. En er zijn dus ja, spinnen die komen dicht bij huis voor. Maar het zijn hele mooie dieren die in feite een trechter maken om zeg maar, ja, beestjes te vangen. Je hebt in Nederland heb je drie soorten webmakende spinnen. Die wielwebhoekspinnen, die maken die wielweb, hè, die kunnen mooi die wieltjes hangen. Dan heb je terechte spinnen en je hebt hangmatspinnen. En deze zitten vaak bij huis. En zo'n huisspin, dat is ook een terechte spin. Alleen dat is een speciale. Die jaagt ook buiten zijn trechter. En die gebruikt de trechter vooral om zijn eitjes weg te zetten. Ja, dat is leuk. Dan heb je echt de natuur heel dicht bij huis. En de veer die dient voor bescherming van het... Ja, dat hebben ze waarschijnlijk afgedekt. Hè? Dat gebeurt wel vaker als ze hem dicht doen. En dat ze dan zeg maar hem afdekken. Ja. Was de veer eerder, Frans? Of was die daar toevallig in de buurt? Ja, ik denk dat die veer er al een beetje tegen aangeplakt zat. Omdat dat web, hè, dat zie je hier bij deze heel mooi. Er is meer dan alleen die trechter zelf. Daarbuiten zit ook al zeg maar wat webspul. Dus die veer zal hier tegenaan geplakt zijn. En waarschijnlijk heeft hij hem dan daarna voorgetrokken. Ja. Dus de veer zat er al. Oh, mooi. Prachtig, hè? Ja, dankjewel. Graag gedaan, Anja. Ja, ben ik weer op de hoogte. Hij staat er weer op, Frans. Ja, was wel een leuke aflevering. Ik vond, ja, het mooiste vond ik toch die pluimvoetbij hier achter ons. Hè. Oh, mooi, man, ik vind zulke mooie beestjes. Leuk. Maar we hebben leuke dingen gezien. Ook de schorpioenvlieg was ook leuk. Hè? Ik vond het allemaal mooi. Ja, ik ook wel. Nou, wat stinken die dingen? Oh, verschrikkelijk. Ik ga er nooit achter zitten, dat weet ik zeker. Nee, ik stink veel te veel. Bedankt voor het kijken naar Boxen Natuurlijk en tot de volgende aflevering.
vermoord? Nee, ik heb hem niet op. Net niet, nee. Ja, dus niks aan de hand.